We zijn hier omdat onlangs mijn vader overleden is in oktober. Dus we zijn hier om nog even te herdenken. Komt u zo ook een kaarsje aan het steken? Zeker, ik heb hier nou een kaarsje aan gestoken. Voor mijn vader. Die is 2 jaar terug overleden. Niet hier, maar ik kan niet zijn in het dorp waar hij overleden is. En daarom ben ik hier en hier kan het ook. Voor katholieken is het een jaarlijkse traditie. Op Allerzielen herdenken ze dierbare overledenen op rituele wijze. Maar de behoefte aan herdenken leeft natuurlijk niet alleen bij katholieken. Bij Kasteel Herne was dinsdagavond daarom een modernere vorm van Allerzielen. Wij wilden heel graag voor iedereen rituelen bieden, die houvast bieden om hun overleden dierbaren te herdenken. Nou, wat voor rituelen hebben we hier? We staan hier bijvoorbeeld, mensen kunnen iemand in het licht zetten door op een wit zakje de naam te zetten. Dan moeten ze zelf zand in doen, dan moeten ze zelf een lichtje in plaatsen. En dan hier op een mooi, dat krijgen we hier dadelijk een heel veld met lichtjes. Larenbeek gaat zelf ook een kaarsje aansteken. Nou, ik heb heel veel dierbaren die overleden zijn. Natuurlijk mijn ouders en natuurlijk mijn dierbare familieleden. En ik vang die allemaal samen in 1 kaarsje die ik dadelijk voor hen ga laten branden. Daar zit dan toch altijd een verbinding in. Een kaarsje laten branden is sowieso een heel krachtig ritueel. Blijkt ook. Heel veel mensen gaan op vakantie en bezoeken een kerk en steken toch altijd een kaarsje aan. En dan ben je toch even in verbinding met. En dat is precies wat we hier willen doen. Voor ons verbonden voelen met elkaar, met de overledenen. Met gelovige mensen, met niet-gelovige mensen. Met jong en met oud. En ik hoor hier al kinderen. Dus dit is al hartstikke mooi. Er werden dinsdag niet alleen kaarsjes aangestoken. Er was ook een poëzietocht. En er werd muziek gemaakt. Twinkel, twinkel, kleine ster. Ik zie